Loekoding naar Inidekai. Kijk deze mannen recht in de ogen. Dat is wat deze afbeeldingen willen bewerkstelligen, om hier en in Suriname de 15 critici van het Bouterse bewind tot leven te brengen. U ziet hier naast elkaar Harold Ruudewald, Kenneth Gonsalves, John Baburam. Drie advocaten die op 8 december 1982 werden gemarteld en standrechtelijk geëxecuteerd. De hoofdverdachte van deze afschuwelijke daad is de huidige president van de Republiek Suriname. Over een van deze critici, Kenneth Gonsalves, wil ik u verhalen. Over zijn jeugd, zijn idealen, zijn leven. Kenneth werd geboren op 16 november 1940 te Paramaribo als zoon van Carlos Gonsalves en Agnes van Vollevelde. Carlos deed de financiën van een grote Libanese handelszaak. Agnes was modiste, zeer creatief en heeft tot de 80ste prachtige bruidsjurken gemaakt. Kenneth werd als 14-jarige op de boot gezet naar Nederland met een hutkoffer, een net pak en één boek, Amy Groskamp ten Haven. Hoe hoort het eigenlijk? Daarmee werd hij door zijn lieve ouders gewapend voor zijn Europese educatie. Daar hadden zijn ouders hard voor moeten sparen. De reden van zijn vertrek was dat hij ontzettend ondeugend was, van school was gezet en zijn ouders niet meer wisten hoe het verder moest. Over zijn verblijf in Den Haag op het Haagse Montessori Lyceum weet ik weinig. Kenneth heeft me wel verteld dat hij altijd de ambitie had naar Suriname terug te keren om zijn land op te bouwen. Kennis vergaren, vooral ook financieel, economisch, was voor hem pure noodzaak. Daarom las hij al heel jong jaarverslagen van Philips. Kenneth studeerde rechten in Groningen en Amsterdam. Zijn eerste baan was als docent op het Institute of Social Studies. En daarna werd hij directeur op het kabinet van de gevolmachtigd minister van Suriname in Nederland. Daar werd hij door de toenmalige minister-president van Suriname, Jopie Bengel, aangetrokken voor de functie van directeur van diens kabinet. Zo kwam in 1969 zijn terugkeer naar Suriname. De periode op het kabinet van de minister-president, toen Jules Zetny, was voor Kenneth de vervulling van een ideaal. Het was politiek een interessante periode waarin veel gebeurde. Sociale onrust, stakingen, maar ook discussies over de toekomstige status van Suriname. Suriname moest onafhankelijk worden en dat moest worden voorbereid. Kenneth schreef vele speeches voor de minister-president en met groot genoegen kon hij daarin zijn ideeën voor een goed geordende democratische samenleving naar voren brengen. In 1972 werd Kenneth advocaat en samen begonnen we een advocatenkantoor. Dat was voor ons allebei een droom. We bouwden een mooie praktijk op. Kenneth werd onder meer advocaat van de Moederbond, de koepel van een groot aantal vakbonden. De voorzitter daarvan was Cyril Daal, ook een slachtoffer van de decembermoorden, later. Kenneth deed ook strafzaken en hij was vooral geïnteresseerd in de verdediging van verdachten in moordzaken. Hij vertelde me dat hij tijdens zijn schooltijd in Nederland gewoond had bij de advocaat van het Hof Stolk, een groot strafpleiter waar hij grote bewondering voor had. Als advocaat waren we verbonden aan tal van ontwikkelingsprojecten, zoals de bouw van een spoorweg tot diep in het binnenland voor bauxietontginning, de exploitatie van West-Suriname. Naast het werk in de advocatuur bleef Kenneth de overheid op tal van onderwerpen adviseren, zoals de systematische verbetering van het overheidsapparaat. Deelnemen aan deze activiteiten gaf grote voldoening. Dit was de reden waarom onze generatie naar Suriname was teruggekeerd nadat we in Nederland afgestudeerd waren. Het land helpen opbouwen.
In 1975 werd Suriname onafhankelijk. Er wordt me vaak gevraagd of dat ooit had moeten gebeuren. Ja, daar waren we van overtuigd. Zowel Kenneth als ik waren grote voorstanders van een onafhankelijk Suriname. Het moest uit zijn met het kolonialisme. Echter, de manier waarop de onafhankelijkheid tot stand kwam, verdient geen schoonheidsprijs. Overhaast en met een zeer beperkte parlementaire legitimatie. In 1979 ontstond er onrust onder de militairen. Ze wilden een vakbond oprichten en de minister-president was daar tegen. Deze vakbondsopstand leidde uiteindelijk tot de sergeantencoup op 25 februari 1980. Een van deze sergeanten en leiders was Desiree Delano Bouterse, thans president van Suriname. De coup kwam voor velen van ons als een donderslag bij heldere hemel. Tot onze verbazing was er ook blijdschap. Veel Surinamers hoopten dat de sergeanten de oude politiek met zijn cliëntelisme en corruptie aan de kant zouden zetten. Dat het voor iedereen beter zou worden. De dag na de coup gingen we naar ons advocatenkantoor. Tekenend voor Kenneth was dat hij alle medewerkers bij elkaar riep aan de grote mahoniehouten vergadertafel. Dit was nog niet eerder gebeurd. Er heerste een heel onbestemd gevoel, maar sommigen waren ook zichtbaar blij. Kenneth hield formeel en plechtig een toespraak. Daarin zette hij uiteen dat deze coup het einde van de democratische rechtsstaat inluidde. Dat er geen enkele reden tot vreugde kon zijn, maar slechts van ernstige zorg. Deze woorden sloegen in als een bom. Toen pas realiseerde ieder zich wat er echt aan de hand was. Valérie, onze enige dochter, was pas enkele maanden oud en we begonnen ons zorgen te maken over haar toekomst, onze toekomst en die van het land. Dat de militairen het land met harde hand regeerden, werd onmiddellijk duidelijk. Na de coup werden televisiebeelden vertoond waarop te zien was hoe burgers vanuit een onduidelijk vergrijp door militairen werden afgeranseld. Er volgde een interne machtsstrijd onder de militairen en pogingen tot coups. Bij de eerste daarvan zagen we op televisie een verdachte van een coup, sergeant Hawker, gewond en vastgebonden op een brancard liggen. Hij werd in deze positie op last van het militair gezag standrechtelijk geëxecuteerd. De Surinaamse gemeenschap was diep geschokt en verontrust. Ondertussen was Kenneth in 1982 gekozen tot deken van de Orde van Advocaten. Aan het bestuur van de orde namen verder onder meer deel Harold Riedewald, Eddie Hoost en John Baburam. Ze werden allen ook vermoord op 8 december 1983. De Orde van Advocaten besloot unaniem zijn ernstige afkeuring daarover uit te spreken in een brief aan de president van de Republiek Suriname. Met deze executie werd een president geschapen dat als schrijnend voor het rechtsgevoel werd ervaren, aldus de orde. De militairen gingen steeds meer macht uitoefenen. De situatie werd grimmiger en het recht moest wijken voor macht. De Orde van Advocaten kwam daartegen in verzet. In de periode vanaf augustus tot december 1982 werden de schendingen van het recht systematisch aan de kaak gesteld. In augustus werden 2 personen die verdacht werden van een coup na onderzoek door de rechtercommissaris in strafzaken in vrijheid gesteld. Deze verdachten werden door de militaire politie terstond weer aangehouden. De orde beklaagt zich daarover in een brief aan het militair gezag, gericht aan de bevelhebber van het Nationaal Leger, luitenant-kolonel D.D. Bouterse. Daarin stelt de orde nadrukkelijk zich te blijven beijveren
voor de handhaving van de integriteit van de rechtspleging. De kritiek op het bewind werd ondersteund door onder meer de rechterlijke macht en vakbeweging. De sociale spanningen in het land namen toe. En er kwam een nationale discussie op gang over de democratisering van het staatsbestel. De orde dringt met grote klem aan op een staatsbestel op democratische grondslagen en verklaart zich bereid al het mogelijke te doen ter verwezenlijking daarvan. Op 15 november 1982, het Diwali-feest, het feest van het licht, houdt de voorzitter van het beleidscentrum, luitenant-kolonel Boudersen, een televisierede waarin hij aankondigt op welke wijze de leiding van het revolutionair proces zal doorgaan met het vestigen van een waarachtige democratie, gebaseerd op structuren in de samenleving met inspraak van het volk. Die uitgangspunten zijn weinig geruststellend. Religieuze organisaties, vakbonden, de vrouwenbeweging, het bedrijfsleven, de pers, landbouwers, medici en de orde van advocaten verenigen hun zich in de Associatie voor Democratie. Het doel van deze associatie is zich gezamenlijk in te spannen voor de verdieping van de meningsvorming over de wenselijk geachte staatsordening, die beantwoordt aan een aantal door deze organisaties geformuleerde uitgangspunten. In de reactie op de televisierede richt de Associatie voor Democratie zich in een brief van 23 november 1982 tot de voorzitter van het beleidscentrum Boudersen. Daarin stelt de associatie dat het standpunt van het militaire gezag over de staatsordening getuigt niet van een democratische, maar van een totalitaire staatsopvatting. Vervolgens wordt zorgvuldig uiteengezet wat een staatsordening is die wel beantwoord aan de conceptie van een moderne rechtsstaat. Een bestuur gekozen op basis van eerlijke geheime verkiezingen. Een grondwet met garanties ten aanzien van grondrechten ter voorkoming van ontsporingen. Een evenwichtig politiek systeem. Heroriëntatie van de positie van het leger in het staatsbestel. Basisovereenstemming tussen politieke leiders, vakbeweging en bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties over de hoofdlijnen van het sociaal-economisch beleid, het buitenlands, ontwikkelings- en investeringsbeleid. Daarbij wordt aanbevolen om bij de bevolking draagvlak te creëren om zo goed mogelijk de ingrijpende en pijnlijke maatregelen om de sociaal-economische crisis het hoofd te kunnen bieden te doorstaan. De rode draad in deze correspondentie is de oproep aan het militair gezag tot dialoog, om op vreedzame wijze uit deze impasse te geraken en de democratische rechtsstaat te herstellen. In de nacht van 7 op 8 december werden 16 mannen door de militairen opgehaald, waaronder Kenneth Gonzalves. Ik heb Kenneth nooit meer levend teruggezien. Samen met 14 anderen, waaronder 3 collega's, werden zij ernstig gemarteld en geëxecuteerd. De oproep van deze mannen, de voortdurende oproep tot dialoog om te komen tot een democratische staatsordening, werd met een kogel beantwoord. Sinds die dag, nu 34 jaar geleden, begon voor ons nabestaanden de zoektocht naar recht, waarheid en gerechtigheid. Het proces verloopt uitermate traag, maar er zit nog steeds beweging in. Ik vergelijk het steeds met een zwemtocht van de reuzenschildpad die na een eindeloze zwerftocht over de oceanen aanlandt op het strand in Galibië. Traag maar vastberaden bereikt zij haar doel. Nabestaanden dienden bijna 18 jaar na de decembermoorden in 2000 een verzoek in bij het Hof van Justitie in Paramaribo
om tot onderzoek en vervolging van de decembermoorden over te gaan. Dit verzoek werd toegewezen, maar pas op 30 november 2007 werden de verdachten, waaronder Desiree Delano Bouterse, gedagvaard. Met grote tussenpozen werden de zittingen van de krijgsraad te Bokstel gehouden. Die heb ik zoveel mogelijk bijgewoond. En het was vreselijk om steeds met de verdachten in dezelfde ruimte te verkeren. Het aanhoren van getuigenverklaring was ronduit chockerend. Vooral de nonchalance waarmee verteld werd wie geschoten had en hoe dat was toegegaan, als waar het een ordinaire jachtpartij. Verbazingwekkend was dat sommige verdachten en getuigen zich niets meer konden herinneren van deze afschuwelijke gebeurtenissen. In 2010 werd de hoofdverdachte Bouterse gekozen tot president van de Republiek Suriname. Het proces ging daarna gewoon door totdat in april 2012 een amnestiewet werd aangenomen. Die wet beoogt amnestie te verlenen aan Bouterse en alle verdachten van het decembermoordenproces. Deze amnestiewet is in strijd met de grondwet van Suriname en internationale verdragen. Op grond van toepasselijk internationaal recht kan geen nationale amnestiewet beletten dat plegers van mensenrechten schendingen worden vervolgd en bestraft. The right to justice kan volgens het Inter-Amerikaanse Hof alleen gestand worden gedaan als de staat handelt conform zijn duty to punish. Sindsdien zijn er tal van juridische perikelen en is het proces geschorst. Nabestaanden hebben zich wederom gewend tot het Hof van Justitie om voortzetting van de vervolging te bewerkstelligen. Het Hof heeft daarin bewilligd, maar door president Bouterse is thans aan de procureur-generaal opdracht verstrekt te vorderen voor de krijgsraad dat het proces wordt gestaakt met een beroep op een grondwettelijke bepaling. De krijgsraad zou op 30 november jongstleden daarover uitspraak doen. Helaas is deze zitting wegens ziekte van een van de rechters uitgesteld tot 30 januari 2017. Zo is 17 jaar na het verzoek van de nabestaanden tot vervolging nog steeds geen uitspraak in het strafproces en zijn alle verdachten nog steeds op vrije voeten. Wat ons al die jaren bezighoudt is het waarom. De betekenis van recht en waarheid en van de rechtsstaat. Aan de moeder van Kenneth Gonsalves werd eens gevraagd wat ze zou willen dat er met Bouterse zou moeten gebeuren. Uit haar reactie bleek dat het haar niet in de eerste plaats ging om wat voor straf hij zou moeten krijgen. Ze zei, ik zou hem zo graag in de ogen willen kijken en vragen, waarom heb je dit met mijn zoon gedaan? De tentoonstelling in Suriname brengt de 15 critici van het militair regime levensgroot in beeld. Zo biedt het alle Surinamers, de gelegenheid deze heldhaftige mannen recht in de ogen te kijken en stil te staan bij het waarom. De vraag naar het waarom, naar morele waarden, blijft hangen. Het waarom werd tot dusver niet beantwoord. De verdachten staan terecht vanwege schending van de meest fundamentele van alle fundamentele rechten, het recht op leven. In dat licht is het voortdurend trachten de rechtsgang te ontwijken laf en getuigt niet van morele moed om, hoe moeilijk dat ook mag zijn, de verantwoordelijkheid voor eigen daden onder ogen te zien. De morele moed van deze 15 heldhaftige mannen mag ons tot voorbeeld zijn.
Het sterkt ons de strijd voor recht, waarheid en gerechtigheid voort te zetten. Ik wil nu één voor één de namen van deze 15 critici noemen en u te vragen uit respect voor hun moed en heldhaftigheid daarvoor te applaudisseren. Voor ieder van hen, John Baburam. Bram Beer. Cyril Daal. Kenneth Consalves. Eddie Host. André Kamperveen. Gerard Lekkie. Sugriem Umrausin. Leslie Raman. Surinder Rambokus. Harold Riedewald. Jivanshin Sombaar. Jozef Slagveer. Robiso Hansin. En Frank Wijngaarden. Slechts in gerechtigheid berusten.